Wat is er mis met het islamdebat? Dat is natuurlijk een vraag dat je makkelijk kan beantwoorden met alles. Alles gaat mis als het gaat over het islamdebat. Dat is een van die woorden, islam, dus een van die woorden als je precies zo hoort in het Westen. Dat je zo'n Pavlov-reactie krijgt van de hysterie, van kort door de bocht stellingen, zeer tendentieuze analyses, halve waarheden. Dat is natuurlijk al, als ik zeg halve waarheden, dat zijn mensen die vrij objectief proberen te zijn, dan zijn ze bezig eerder met een reductionistisch verhaal. En dan ben ik vaak tevreden. En ja, als je tevreden bent met een reductionistisch halve waarheid, dat wil zeggen hoe dramatisch dat het niveau van debat al is. Dus als ik vaak iemand op televisie zie die halve waarheden vertelt, dan zeg je, wauw, is het niveau goed. Dat is een, ja. Zo dramatisch is het debat als het gaat over, ja. Het is al in de definitie zelf van debat al problematisch. Wat is dat, een islamdebat? Theologie. Eigenlijk moet dat gewoon theologisch debat zijn als het gaat om islamdebat. Voor mij, ik kan mij wel invinden dat sommige mensen wel interesse hebben in theologie. Ik heb ook interesse in theologie. Maar dan heb ik graag dat ik dan die definitiekader, of dat ik de discussiekader goed defineer. Als je wilt debatteren, het eerste wat je moet doen is gewoon de stellingen duidelijk maken. Waarover gaat het debat? Wat zijn de punten dat we over gaan debatteren? Nu, in brede maatschappelijke discussies gaat dat ook vaak niet zo. Niet alleen bij het islamdebat, maar bij andere debatten ook is dat een probleem. Maar bij deze debat, dus bij het islamdebat, is dat nog een groter probleem. Dus voor mij, ik wil niet meestappen met het paradigma die wordt gecreëerd of met dat verhaal die wordt getekend. Ik defineer mijn eigen vertrekkingspunten. En ik zal een aantal misschien kritische kanttekeningen geven. Misschien dat we later kunnen het debat hier ook meenemen. Eerst, en dat is al 30 jaar bezig, het gaat niet van gisteren, essentialisering. Dat is het eerste punt. Dat werd voor mij door duizenden mensen gezegd en zal waarschijnlijk na mij ook door duizenden andere mensen gezegd worden. Maar men blijft het systematisch doen. Essentialisering. Wat is essentialisering? Essentialisering is zeggen dat de moslim bestaat. En de moslim is zus of zo. En dat is de echte islam. En al de andere versies van de islam, of van de moslim, of zijn gewoon ofwel rookgordijnen, ofwel mensen die takia doen. Ja. Misschien een aantal onder jullie kennen ondertussen dat woord takia. Rechts heeft dat ontdekt en wow, plotseling voelen zich echt dossierkennis. Hè. We hebben een woord die we hier en daar kunnen gebruiken, takia. Dus ja, ofwel doen ze dat enzovoort. Maar in essentie, we weten wat de moslim zijn. En de moslim is eigenlijk een soort Abu Bakr al-Baghdadi, eigenlijk. Maar dan in verschillende variaties. Hè. Hij kan een zwarte tulband dragen, een rode tulband, of een blanke tulband, een witte tulband. Kan hij van verschillende kleuren zijn? Kan hij beweren dat hij een gemodereerde moslim zijn, dat hij zelfs niet gelovig zijn? Of dat hij openlijk en eerlijk spreekt, maar in essentie is hij dat. Dat is de moslim. En natuurlijk, hier gaat het over een mechanisme die bekend is bij andere problemen in de maatschappij. Dat is stereotypering. Stereotypering is iets die we ook terugvinden in debatten over andere minderheden. Zij het de Afrikaan, zij het de vrouw, de homoseksueel. Op verschillende niveaus zien we inderdaad datzelfde, dat er een beeld wordt geschetst van een bepaalde stereotype en dat een essentialisering eigenlijk gebeurt rond die beeld. En daarin, natuurlijk, die beeld is vaak negatief, maar soms ook positief. Er bestaat iets zoals positief stereotypering natuurlijk. En vaak is één groep die positief stereotypeert. Dat zijn blanke mannen van 40 jaar ongeveer. Die zijn positief gestereotypeerd overal. Ja. Als je hen op straat ziet met een machinegeweer bijvoorbeeld,
dan denk je niet dat zij iemand gaan doodschieten. Dan denk je misschien dat ze jou aan het beschermen zijn of op die manier wordt het benaderd. Maar zie je mij met een machine weer op straat? Ja, dat is maar. En hier heb ik het echt over een hier in Europa kunnen zeggen van een machine weer op straat, wat raar. Dat is inderdaad zo in Europa, omdat het verboden is. Maar in de Verenigde Staten is er een experiment zelfs geweest. Waar dat je, in Amerika heb je het recht, dus met de Second Amendment, heb je het recht om wapens te dragen. Okay? Elke Amerikaanse burger mag wapens dragen, in het openbaar. En er is ook een experiment eigenlijk geweest waar dat eerst een blanke Amerikaan een machinegeweer droeg op straat. En dan kwam een politie eigenlijk naar hem vriendelijk vragen. Dat was in dezelfde straat, die experiment, in dezelfde wijk. En dat is al een video. En ik heb die video ook bekeken. Dus kwam een politieagent naar hem en hij vroeg van, ja meneer, heb je een reden om een wapen te dragen? Dan kun je eerst vooral om hem te identificeren. Hij weigerde om zich te identificeren. Wat zijn recht is, hij moet zich niet identificeren. Als er geen reden daarvoor. Twee, vroeg de agent ook heel beleefd, heb je een reden om op straat te lopen met een machinegeweer? En die meneer antwoordde, ik heb geen reden nodig, dat is mijn grondwettelijk recht. Onder de tweede, de Second Amendment. En dan zweeg de politieagent en vertrok. Eventjes later kwam een zwarte man, hetzelfde gedrag, met een machinegeweer, hetzelfde geweer. Hij kwam op straat, er kwam een politiewagen, er was geen woorden eigenlijk te bespeuren. De agent kwam naar buiten, pointed his gun en vroeg hem op de grond te liggen. En hij bleef roepen en dan kwamen anderen. Dus ja, misschien een beetje off-topic, maar positief stereotypering is absoluut misschien ook de grootste deel van het probleem. Terug naar het debat, afstand van stereotypering en essentialisering. Een andere issue is het culturaliseren van het debat. Want eigenlijk gaat het debat niet over islam. En dat is waarom dat ik zei, maar is dat een theologische discussie? Nee, het gaat over een maatschappelijke kwestie. Het gaat over krachtsverhoudingen in de maatschappij. Het gaat over conflicten, over oorlog, over geopolitiek, over van alles. Maar het gaat niet over religie. Maar vaak wordt dat herleid tot een cultureel en religieuze, eigenlijk een soort etnoculturele dimensie. Ik noem dat culturaliseren van debat. Dat is ook een probleem dat al 30 jaar bezig is. Alles wat niet alleen een moslim, maar als je dat doet als een moslim of een Marokkaan of een Arabier of een Berber of een Turk, wordt herleid naar je cultuur, naar je eigenlijk opnieuw dat essentie van je wezen. Okay? En bij dat groep die positief gestereotypeerd is dat alles om. Alles wat je doet als het negatief is, wordt herleid tot je individualiteit. Tot je eigen individuele verantwoordelijkheid. Je bent een verwarde man. Je kent dat wel, als een autochtoon iets pleegt, een extremistische aanval pleegt, ja, dan is hij verwaard, hij heeft een probleem. Waarschijnlijk klopt dat ook, inderdaad. Maar het is niet zo zijn cultuur. Als die Feyenoord supporters keet hebben geschopt in Rome, en als echt bijna een uiting van oer-Germaanse tribale veroveren van het Romeinse Rijk. Germaanse stammen, weet, er is een geschiedenis daar. Dus een Romein zou misschien wel denken van, hey, die barbaren zijn terug, hè. Maar niemand deed dat toch? Het ging over hooliganisme, dat is een probleem die overal bestaat, enzovoort. Doe zoiets als allochtoon, dan worden discussies over takia weer gevoerd natuurlijk, dat wordt naar boven, maar ook dat worden discussies over profeet Mohammed en over de Koran, over God en dimensies van goddelijkheid en dan halen ze quotes van de ene theoloog en ik weet niet waar staan om jou eigenlijk gedrag te gaan verantwoorden en je volgt dat en dan wordt de globalisering bij betrokken en toegang via de internet tot de religieën en dan heb je eigenlijk die experten die daar zitten en weer over takia beginnen om hun eigen credibiliteit, dan wordt dat totaal een andere richting. Dus culturaliseren van het probleem is een big issue. Een ander element, gewoon het selectief kiezen van het beginmoment. En wat betekent dat? Wat betekent dat volgens mij? Als we over een conflict praten, weet je wat, stel je voor dat ik loop van binnen, ik loop van buiten en ik zie Mirjam aan de deur staan en ik geef haar een bonk in haar gezicht. En ik zeg een paar seksistische woorden tegen haar.
En dan... Dan ben je thuis. Wacht. dan gaat het debat over islam weer. Maar de positie van de vrouw in de islam. Maar in ieder geval, ik kom naar binnen en ik zit hier. En jullie hebben niks gezien. En dan komt Mirjam van de deur en ze vliegt op mij en ze pakt me van de nek en ze slaat me terug. En ik roep, oh, ik ben aangevallen door deze agressieve, hysterische feministen. dit gebeurt, en dan krijg je applaus. Stel je voor, dit gebeurt dag in dag uit met het islamdebat. Men kiest, wat heb ik dan gedaan? Misschien desinformatie. Maar stel je voor dat jullie dat zien allemaal. Maar ik kies te beginnen te praten of te analyseren vanaf het moment dat zij mij sloeg. Ik wil niet praten over het moment dat ik haar op een agressieve, gestoorde manier heb geagresseerd buiten. Daar wil ik niet over praten. Geschiedenis begint van het moment dat zij mij heeft aangevallen. Het Westen beschouwt dat geschiedenis begint op 11 september 2009. Ja, geschiedenis is daar begonnen. Daarvoor was er niks. Daarvoor was er niks. Right. 2 minuten. Censuur. Ja, je had het niet over. Alles begon van het moment dat we hier zaten aan tafel. Dus ja, als je het beginmoment kan kiezen, dan bepaal je, dan schrijf je het geschiedenis. Ook als je de feiten nauwkeurig ook later vertelt. Inderdaad, er is een terroristische aanslag gepleegd op 11 september 2001, waarin duizenden onschuldige mensen zijn gestorven. Dat is een feit. Maar als je dat vertelt, lijkt je echt de waarheid geen geweld aan te doen. Maar als je dit niet vertelt wat er voor september, 11 september 2001 is gebeurd overal in de wereld, maar ook vooral in Arabische en Islamische landen, en waarom dat er in conflicten een oorloglogica aan de gang was, zonder daarvoor de keuze van sommige mensen voor terrorisme te gaan legitimeren, terrorisme tegen onschuldige burgers, want voor mij dat is alleen terrorisme. Als je kiest om verzet te plegen tegen gewapende bezettingstroepen, dan heb je gewoon geen... Je kan niet spreken over terrorisme, maar zwart. Als je kiest om alleen debat te voeren vanaf 2001, of vanaf Charlie Hebdo, of vanaf 2004, enzovoort, dan ben je eigenlijk bezig met geschiedenisvervalsing. En dat gebeurt ook vaak in het islamdebat. Men, waarom haten ze ons? Ja, omdat daar ergens is er een quote van een theoloog daar of... Nee. Kijk, mensen hebben verhalen nodig. Moslim-extremisten doen dat, rechts-extremisten doen dat, moslim-gewone mensen doen dat, en ook autochtone gewone mensen of christenen doen dat ook. Mensen hebben verhalen nodig. Dus de terroristen hebben een verhaal nodig. En ze vertellen hun verhaal ook, en dan halen ze een aantal zaken voor hun verhaaltje, vanuit hun geloofsovertuiging enzovoort. Ik haal mijn verhaal vanuit andere bronnen, want het zijn allemaal verhalen. De essentie, de realiteit is dat er een conflictueuze dynamiek bestaat in deze planeet te koer. En dat conflict tussen islamitische landen, om dat ook kort door de bocht te vertellen, en het Westen heeft lange wortels, of diepgaande wortels, die vaak te herleiden zijn aan het kolonialisme, die vaak te herleiden zijn aan... het beleid die nog altijd wordt gevoerd vanuit Europa en vanuit Amerika vooral. In Arabisch-Islamitische landen. Dat er sommige moslims dan gaan flippen en een vorm van fascisme gaan omarmen. En andere moslims doen dat niet. En andere mensen kiezen te strijden op een legitieme verzetsmanier. Dat zijn inderdaad andere discussies. Dat zijn zaken dat we kunnen analyseren. Waarom gebeurt dat of niet. Maar de essentie van het conflict is authentiek, is reëel. Is nog altijd gaande, is nog altijd bezig. En we kunnen niet kiezen van, het is allemaal begonnen van zodra dat die twee terroristen in Parijs zijn gevallen en bij Charlie Hebdo. Dan is het begonnen, dan moeten we ons gaan bezinnen. Nee, ik kan bijvoorbeeld gaan kiezen om te beginnen bezinnen vanaf het moment dat de Amerikanen Irak hebben vernietigd in 2003. En honderdduizend mensen hebben vermoord in Irak. Zonder enige reden. Met vervalste bewijzen, met vervalste verhalen. Ik kan kiezen om alleen daar te beginnen. En dan komt iemand zeggen van nee, maar we moeten beginnen in 91. Ik zeg, oh, how about 48? Gisteren was Nakba daar. Oké, okay? Misschien daar beginnen. Dan komt iemand anders, nee, maar in de jaren 30 was er iets toch gebeurd in Palestina ook. Ik zeg, ah, weet je, in 24 hebben de Spanjaarden en de Fransen Noord-Marokko gebombardeerd met chemische wapens. Om Abdelkarim Khattab en zijn revolutie daar kapot te maken. En tot vandaag de dag worden kinderen geboren in Noord-Marokko met problemen.
Ik zal nu stoppen, voordat ik schrijf. Maar voilà, dus dat is een beetje voor mij wat er misgaat, is juist gebrek aan perspectief, reductionisme. En vaak is dat kwaadwillig, denk ik. Dat is ook wat ik wou bij, dat het kwaadwillig is en niet zomaar een gebrek aan informatie of gebrek aan kennis. Super. Ja. En naar de volgende instinct. Ja, nou, ik kan meteen ik kan meteen een flink stuk overslaan, want wij zijn het ontzettend met elkaar eens. Althans, ik ben het met jou eens. Of je het met mij eens bent, dat weet je nog niet. Maar toen ik ook over de vraag na moest denken van wat is er mis met het debat over islam, ik denk welk debat? Vindt er überhaupt een iets plaats wat bij mij de naam debat zou kunnen voeren? Nou, over het algemeen dus gewoon niet. En ik ben het ook met Diab eens. Wij moeten, de framing, de woorden zijn niet onschuldig. Zo gaan wij het hebben over islamkritiek, één woord, dan is er iets mis. Want dan gaan we er al van uit dat er een speciale tak van sport is, een legitieme sport, die vooral gaat in over kritiek op islam. Maar je moet maar bedenken, zulke woorden hebben we niet als het gaat om christendom of jodendom of atheïsme. Of we hebben ook geen Nederland kritiek, terwijl daar best tamelijk veel reden voor is. Uit de woordkeuze alleen al, die overigens door vrijwel iedereen is overgenomen, alle media en ook alle linkse partijen, waar ik dus ook een flinke grief over heb, over dat soort zaken. Het niet nadenken over welke woorden je gebruikt, daar gaat het dus alvast mis mee. Ik ga het ook heel erg mis met het niet zien van de historische achtergronden van zaken. Daar moet ik mijzelf ook nog flink bij bijscholen, want ik heb heel veel dingen op school niet geleerd die ik nu moet leren. Maar bijvoorbeeld met de aanvallen op Charlie Hebdo en de kosher supermarkt in Parijs. Ik heb in geen enkele Nederlandse krant of kerkprogramma iets gehoord over de achtergronden, de koloniale achtergronden, van het feit dat juist in Frankrijk met een grote groep Joden en een grote groep moslims, dat vaak vaker tot botsingen komt dan in andere landen. En ik ga het ook nog over hebben, ik voeg nog een complicatie toe, de splijtswam Israël, die hier ook in meespeelt. Ogenblikkelijk wordt dus gesuggereerd dat moslims, behalve wat ze allemaal nog meer fout zijn, ook wel allemaal antisemieten zullen zijn. En niemand heeft het over Algerije. En niemand heeft het over het feit dat in Algerije een waanzinnige, vrede, bloedige bevrijdingsoorlog heeft, het strijd heeft plaatsgevonden tegen de Franse overheersing. En dat de Algerijnse Joden de kant kozen van de koloniale overheersing en ook meteen een Franse nationaliteit kregen. Terwijl de inheemse Algerijnen die naar Frankrijk zijn gegaan, in een hele andere positie terechtkwamen. Dan kan je je dus voorstellen dat daar nog heel erg veel oud zeer zit en dat er nog steeds een oude oorlog wordt uitgevochten. Waarbij je helemaal niet alleen maar kan zeggen, ja, alle moslims zijn antisemiet en de Joden zijn alweer het slachtoffer. En dat zijn dus precies de soorten van framing waarvan ik denk, dat soort historische besef, dat moet ik ook overal vandaan halen. Want ik lees het niet in de kranten en ik heb het ook niet op school geleerd. Ik ben weer leesje klassieken. Ik ben voor het eerst weer M.E. Césaire gaan lezen uit 1950. Discourse in Colonialism was oorspronkelijk in het Frans. Die mij uitlegde dat het Hitlerisme niet zomaar in Europa uit de lucht is komen vallen. Want wij doen dat alsof er iets totaal het onbegrijpelijks in beschaafd Europa plaats kon vinden. Hij zegt, het ligt in het verlengde van het kolonialisme wat we al hadden. De legitimering van het wegzetten van hele bevolkingsgroepen, etnische groepen, als minderwaardig, waar je mee mocht doen wat je wilde. Dat was voor het eerst, werd dat toegepast binnen Europa zelf in plaats van daarbuiten. En dat heeft ons zo geschokt. Want wat daar in die andere landen is gebeurd, dat schokt ons nog steeds niet.
En dat je in de Verenigde Staten toevallig wel iets meer theorie hebt over racisme, dat is ook niet voor niks, want de slavernij gebeurde daar onder de neus van mensen. Terwijl wij nog steeds kunnen doen alsof dat iets is van lang geleden en elders. En alsof wij daar niet nu nog steeds de gevolgen van zien. Nou, dat is dus om het probleem groter te maken. Het interessante is dat natuurlijk zijn er problemen. Ik vind het woord radicalisering niet een prettige term, want dat doe ik ook elke ochtend. Als ik wakker word en ik me ergens over opwind, dan radicaliseer ik ook. En radicaal is gewoon terug naar de wortels, naar de wezen van het probleem. Doorgronden waar het werkelijk om gaat. En in mijn woorden, in mijn woordenboek is radicaal dus een prima term. Maar oké, er gebeuren zaken waar we minder vrolijk kunnen zijn. Het grappige is wel in Nederland dat er inmiddels meer radicaliseringsdeskundigen zijn, kijkend naar alle kwekprogramma's en kranten, dan werkelijke jihadis. Het is veel lucratiever om een deskundige te worden dan een jihadi, kun je dan zeggen. Dus dan met die deskundigheid kun je nog wel wat verdienen. Met die jihadi toch wat minder. Maar wat je dus ziet is, er zijn er een paar bij die ik vertrouw. Dat zijn dus mensen die werkelijk contact hebben met de groepen waar het over gaat. En die kunnen dus vertellen dat een van de zaken waar mensen hier last van hebben. Kijk even over het woord moslims op. Het zijn een groot deel van de migranten waar we het over hebben, zijn moslims. Dat is gewoon een feit. Maar door ze samen te vatten als het in het woord moslim, betekent dat ongeveer alles wat ze doen wordt teruggevoerd op hun religie. Terwijl het vaak gewoon menselijke, politieke, humanitaire, allerlei oorzaken zijn waardoor heel veel jonge migranten zich in Nederland bepaald niet prettig voelen. En niet thuis voelen, het gevoel hebben dat ze niet welkom zijn. We kennen jij hebt toch een paar dingen al genoemd. De angst voor de islamisering. Elke moskee die ontstaat is er een bewijs dat ze bezig zijn om het hier over te nemen. En niemand, bijna niemand, ziet dat de termen waarin er nu over moslims wordt gedacht vrijwel gelijk zijn aan die van het antisemitisme. De Joden zijn niet te vertrouwen, de Joden gaan de wereldmacht overnemen. Ze liegen altijd, ze zijn sluw. En dat is dus eigenlijk ongeveer bijna dezelfde woorden worden nu over moslims gebruikt. Je ziet het bij de dubbele loyaliteit. Toen ik ook schrok dat zelfs de voorzitter van mijn partij, van destijds de SP, begon over ja, mensen kunnen toch beter hun tweede paspoort inleveren. Ik dacht, wat is dat? Wat is dat? De wantrouwen, dat iemand zou alleen maar hier horen als die zijn herkomst totaal verloochent. Terwijl ik rustig in Casablanca een tweede huis mag hebben zonder dat iemand zegt dat er met mij iets aan de hand is, hè, met mijn loyaliteit. Het voortdurende verantwoording afleggen, wat geen enkele andere groep hoeft te doen. Ik hoef nu niet mijn verantwoording af te leggen, toen bedrijf ik heel wat mensen overhoop schoot. Ik hoef er over heel veel dingen geen verantwoording af te leggen waar moslims dat voortdurend wel moeten. Opeens zijn alle moslims tegen vrouwenrechten en tegen homorechten. Wordt godverdomme mijn verworvenheid van vele jaren gebruikt om nu een andere groep mee om de oren te slaan. Ze radicaliseren dus als je niet oplet. En het zijn ook nog allemaal antisemieten. En daar krijg je dus met de framing die er plaatsvindt. Alles wordt dus terugverwezen naar het geloof. Als er mishandeling van vrouwen plaatsvindt, dan is dat omdat dat in de Koran staat dat moet. Dat staat er helemaal niet in, maar dat is dan het idee. En dan krijg je dus zo'n prachtige wij- en zij-scheiding, wat in het fascisme ook heel bekend was. Wij van de superieure cultuur, daar heb je het kolonialistische denken nog steeds. Wij zijn de beschaafde Westen, wij zijn goed voor onze vrouwen en onze homo's. Niemand bedenkt hoe dat 50 jaar geleden was. En zij zijn mishandelen hun vrouwen en willen alle homo's van de flatgebouw afgooien en ook nog de sharia invoeren. Dat zijn waandenkbeelden. Dat zijn collectieve nationale psychoses. En het erge is dat dit echt ziek is en dat we het niet zien hoe ziek het is, terwijl we een leerschool hebben gehad over antisemitisme.
waar iedereen onmiddellijk wel echt gezag voor heeft. Want dat is een grief waarin ik moslims in Nederland heel erg in herken. Er wordt absoluut met twee maten gemeten. Als Jasmina Haifi een opmerking maakt, een tweet, over dat zij denkt dat IS of Daesh een zionistisch complot is, dan is zij meteen haar baan kwijt en staat in alle kranten en is er ontzettend moeilijkheden komen daarmee. Als ik iets zeg, als Wilders iets zegt over moslims die aan een complot bezig zijn een boel hier over te nemen, dan mag je dat gewoon in het parlement zeggen, want dat is een onderdeel van het politieke debat. Daar word je dus nijdig van. Dus ik zou wel graag willen dat de jonge migranten die nijdig werden een beetje uitkozen op welke manier ze nijdig willen worden. Daar hebben we wel wat ideeën voor, hè? Wat constructieve ideeën om je woede te uiten en je verontwaardiging en zo. Maar het gaat er wel om dat we om te beginnen erkennen dat er tamelijk veel reden voor is om, als er wordt gezegd, jullie moeten je aanpassen aan onze beschaving en aan onze cultuur, even achter je oor te krabben en te denken, is dat wel zo'n aanbeveling, onze cultuur? Is dat wel zo geweldig, die beschaving van ons? Is dat wel, zijn de voorbeelden van Nederlandse politici, zijn dat waardoor je denkt, oh, dat is nou een rolmodel, dat wil ik ook. Dat dacht ik dus niet. Dat merken jullie ook wel, ik ben ook tamelijk opgewonden en tamelijk nijdig. Ik zie dus dat de splijtswam Israël er in nu veel steeds grotere rol in gaat spelen. Ik zie dus dat we van Israël, die erg na 9-11 is Netanyahu meteen achter op de fiets van de War on Terror gesprongen. En doet Israël nu voor als de bruggenhoofd tegen de islamitische barbarij. Het betekent dat alle mainstream Joodse organisaties, niet alle organisaties en ook niet alle Joden, maar wel de mainstream organisaties, meegaan in het vijandbeeld Arabier. En dat doet ook in Nederland de positie van moslims hier bepaald geen goed. Vooral niet omdat je die moslims weer aantreft. Als ik op het Museumplein moet spreken voor duizenden demonstranten tijdens de laatste aanval op Gaza, dan zie ik dat dat voor een groot deel jonge migranten zijn. En ik ben daar blij om. Ik denk, die hebben nog geen last van schuldgevoel. Hoeven ze ook niet te hebben, want zij hebben het niet gedaan hier in Europa. En zij hebben nog een gaaf gevoel voor rechtvaardigheid. En zij vinden het dus een grote schande dat een land als Nederland, die de mensenrechten hoog heeft zitten en daarmee zwaait van wat zijn wij toch geweldig beschaafd, daaraan meedoet zonder op maar één moment werkelijk tot ze door te laten dringen. Dat daar gewoon bewezen oorlogsmisdaden plaatsvinden en dat een ander volk onder onze ogen de laatste koloniale project van Europa in de pan worden gehakt. Waar we bij zitten, wat we kunnen zien op de televisie. En de enige, niet de enige, maar een groot deel van de mensen die zich daarover opwinden, zijn jonge Marokkanen en Turken. Nou, mijn hulde voor de jongeren. Die doen wat iedereen zou moeten doen. En daarmee kan je nog wel discussies over hebben dat ze ook wel eens doorschieten en ook wel eens dingen zeggen waarvan ik denk van probeer nou alsjeblieft om niet Joden en Israël door elkaar te halen, al doet Israël dat zelf voortdurend. Nou, ik heb nog wel wat grieven liggen, maar dan over linkse partijen die het af laten weten, maar laten we het hierbij. Er zullen vast wel vragen van het publiek zijn. Ik heb geen microfoon, ben ik te horen zo? Ja. Ja? Oké, hartstikke goed. Nou, om te beginnen, ik ben ontzettend blij dat we hier in deze combinatie ook zitten. Het voelt een beetje als reunie. We hebben vaker al 15, 16 jaar sinds de opkomst van Fortuin eigenlijk. En dat haal ik aan om ook aan te geven hoe lang dit debat eigenlijk teruggaat. En dat is eigenlijk om triest van te worden dat we al zo lang over een non-debat, hè, wat inderdaad geen debat is, aan het discussiëren zijn. En het is geen makkelijke periode geweest. Om te beginnen geen makkelijke periode voor moslims, voor Marokkanen, voor allochtonen.
die het echt dag in dag uit over zich natuurlijk heen gekregen hebben. En het gevaar is dat er een soort van gewenning daarover ontstaat. Dus als je ziet van wat er echt monkerslagen uitgedeeld is afgelopen 15 jaar, en de uitspraken teruggaan van geitenneukers tot en met inderdaad dagelijks het zijn terroristen, dat echt afschuwelijk is. Maar ook voor degene die als wij hier aan tafel ons daartegen verzet hebben, is het ook geen makkelijke periode geweest. We hebben het ook allemaal over ons heen gekregen. En ook dat is triest, dat er in plaats van medestanders vanuit de media, de politiek aan onze kant gingen staan, dat er een cordon sanitaire rondom Wilders en de racisten en de islamofoben gevormd werd om hun te beschermen tegen kritiek. Dat is ook wat er in de afgelopen 15 jaar gebeurd is. En als je dat bij elkaar optelt, is het niet vreemd dat we beland zijn waar we beland zijn, waar het zo makkelijk geworden is om in het dagelijkse leven moslims als criminelen, als terroristen aan te zien en daarmee weg te komen. Hè? In de kranten, in de media, bij de politiek. Inderdaad, de vraag wat is er mis met het islamdebat, heel erg eens met wat er allemaal gezegd is. Ook ik heb een kort antwoord, alles inderdaad, en een langer antwoord. Om met het korte te beginnen, ik zou het met twee voorbeelden eigenlijk kunnen aangeven wat er mis is met het islamdebat. Er is heel veel mis met een debat over islam wanneer er een presentator op tv Allahu Akbar roept in een achtbaan en dat daar de grootste krant van Nederland overheen gaat vallen, want oh, er is Allahu Akbar, God Almachtig, geroepen. En dat de PVV daarover vragen zou gaan stellen. Dan weet je dat er heel veel mis is. Er is heel veel mis met dat soort debat op het moment dat er een krant is die artikelen publiceert over een zogenaamde sharia-driehoek en iedereen dat gretig aanneemt, omdat niemand het, zeg maar, bediscussieert en bevraagt van is het waar? Zouden we niet even achteraan gaan van klopt het? Nee, want iedereen wil dat geloven. En dan komt het uit dat het niets meer dan leugens is geweest. En ook natuurlijk het leugen überhaupt die er dagelijks verteld wordt, dat er islamisering in Nederland plaats zou vinden. Niemand, ja maar welke tekenen van islamisering zijn er dan? Tegelijk is dat term die hele discussies natuurlijk aan het domineren is. Goed, dat was mijn kort antwoord. Wat er mis is met islamdebat, en ik wil het benaderen, een aantal dingen zijn al gezegd, dus daar zal ik kort over zijn. Maar kijk, dat islamdebat is inderdaad niet alleen misinformatie, het is een kennisproductie, zoals Edward Said dat noemde. Het is een kennisproductie over moslims, over hun, zij die niet tot deze maatschappij horen, die opzettelijk gevoerd wordt en op die manier ons wordt aangedragen. En ik denk dat die kennisproductie vier belangrijke elementen heeft. Eerste element is eigenlijk een soort van non-kennis. Hè? Zeggen dat we eigenlijk moslims met geen enkele categorie waarmee we andere mensen kunnen begrijpen. Het kan niet. En ik zal even meteen een voorbeeld aangeven wat ik hiermee bedoel. Elma Dreyer, kennen jullie misschien wel, die publiceerde in Vrij Nederland, ja, grote vriendin van me, dat het jihadisme, dat we het jihadisme niet aan onszelf te wijten hebben, aan ons zelf. Hè. Ze identificeert zichzelf meteen met de Nederlandse staat, met de Nederlandse oorlogsmachine, zoals die in het buitenland gevoerd wordt. Want dat zou natuurlijk niet hoeven. En daarin schrijft ze dat we onterecht verklaringen zoeken voor radicalisering, voor terrorisme, voor jihadisme, omdat we niet meer gewend zijn, geen raad meer weten met het kwaad. En het kwaad met een grote K, hoofdletter. Dus terroristen, dat zijn gewoon het kwaad. Dat kunnen we überhaupt niet begrijpen. Ik bedoel, doe je best niet. Het is een totaal andere categorie als we het over moslimterroristen hebben. Nou, dat is dus een soort van non-kennis. Het reduceert ontmenselijke van moslims, allochtonen, mensen in het Midden-Oosten. Tweede mechanisme wat er nou mee samenhangt, en die Diabal noemde, is essentialisering. Hè? Dus te zeggen dat er eigenlijk een soort kwade essentie in de islam, in hun cultuur zit, een tikkende bom die tot uitdrukking komt. En dat is natuurlijk een manier om de machtsverhoudingen te verhullen. En het niet te hebben over de sociale, economische, politieke motieven en omstandigheden die ten aan grond slag liggen.
En dan is het ook nog eens raar dat er heel veel, nou, misschien niet heel veel, maar te veel linkse mensen ook met dat discours meegaan, want dat zou een soort van religiekritiek zijn. En het is ook nog eens een godspeel dat ze zich daarbij op Marx beroepen. Want het is inderdaad bijvoorbeeld zo dat Marx zei, alle kritiek begint bij religiekritiek. Maar als Marx nu geleefd zou hebben, zou hij gezegd hebben, alle kritiek begint bij religiekritiek. Bij de kritiek tegen religiekritiek. Omdat het precies wat bij Marx belangrijk was, is dat in zijn periode religie op die manier gebruikt werd om juist de armoede, de sociale omstandigheden waarin mensen leefden, om dat te onthullen. Maar in onze periode wordt de zogenaamde religiekritiek precies gebruikt met hetzelfde mechanisme. Om te onthullen wat voor soort ongelijkheid, armoede, onrecht er in het Midden-Oosten, maar ook in Nederland en in Europa op dit moment leeft. En ik zal daar kort over zijn omdat er al heel veel gezegd is. Maar dat we inderdaad moeten beseffen dat als het gaat om een grip krijgen op bijvoorbeeld de opkomst van politieke islam, dat we het niet anders kunnen zien dan een reactie op het kolonialisme wat er sinds de 19e eeuw in het Midden-Oosten is opgekomen. Vanaf het moment dat Napoleon naar Frankrijk, Egypte ging, naar de landen in het Midden-Oosten, de Britten in India aankwamen enzovoorts. Maar dat we ook moeten zien dat er heel veel diversiteit is, niet alleen in de islam zelf, maar ook in politieke islam. Hè? Want ook daarin willen mensen alles op elkaar gooien. Daesh en ISIS hetzelfde als Hamas, hetzelfde als moslimbroederschap. Wat ook natuurlijk niet klopt. En in heel veel diversiteit van strategieën en meningen is. En dat wat veel belangrijker is om te beseffen en ons af te vragen van hoe komt het? Hoe komt het dat welke ideeën op een bepaalde tijdstip dominant worden en andere ideeën niet? Want een ander element van essentialisme is dat het doet alsof het Midden-Oosten gelijk staat met islam. En ook nog eens met politieke islam. Maar als we naar het Midden-Oosten kijken, zien we ook heel veel andere stromingen die er geweest zijn. Die een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Zoals bijvoorbeeld het nationalisme van mensen als Nasser, die zich verzetten tegen het kolonialisme in hun land. In al die landen eigenlijk. Hè? Het soort van seculier nationalisme. Maar ook linkse organisaties en bewegingen. De communistische partijen. De grootste communistische partij van de regio op dat moment. De communistische partij van Irak. Die Joden, christenen, moslims, Sjiïten en Soenieten bij elkaar bracht. Om tegen kolonialisme en voor een rechtvaardigere wereld te vechten. Die tradities zijn er geweest in het Midden-Oosten en zijn nog steeds een inspiratiebron, denk ik, voor wie opnieuw naar een andere regio wil toekijken. Goed, dat over essentialisme. Er is een derde factor waarmee, zeg maar, kennis geproduceerd wordt over moslims en het Midden-Oosten. En dat is wat ik collectieve amnesie noem. Diab verwees er ook eigenlijk naar dat de geschiedenis bij 9-11 begint. Wij moeten vergeten, met z'n allen moeten we vooral vergeten dat er daarvoor ook nog eens een geschiedenis bestond waarin de rol van onze eigen regeringen afschuwelijk is geweest. En die heeft bijgedragen aan wat we vandaag de dag zien. 9-11 weten we allemaal. Ik bedoel, de groepen die daaruit voortkwamen. Waar zijn ze ontstaan? Wie heeft ze gecreëerd? In Afghanistan. Het steunen door Saudi-Arabië en de VS, het bewapenen van de Mujahideen en de Taliban. Waaruit vervolgens de Al-Qaeda voortkwam. Als het gaat over Irak, de Irakoorlog zoals die gerechtvaardigd werd. Maar wie heeft bijvoorbeeld in de Iran-Irakoorlog Saddam Hussein bewapend en van informatie voorzien om tegen Iran te vechten? Wie heeft in de jaren 90 sancties opgelegd aan Irak, waardoor 500.000 kinderen zijn omgekomen en waardoor het Iraakse volk niet meer zelf de kracht had überhaupt om tegen Saddam Hussein te vechten. En zo zou je voorbeeld naar voorbeeld kunnen noemen. Ook in de discussies rond ISIS, hè, vergeten we dat. Als je kijkt waar de leiders van ISIS, en ik zou zeggen afschuwelijke ISIS, wat zeg maar geen leven spaart, maar waar die vandaan komen, heel veel uit de omgeving van Fallujah. Wat is er met Fallujah gebeurd in 2003, 2004, toen de Amerikanen Fallujah omsingelden, in één dag 1000 mensen ombrachten, witte fosfor op die stad gooiden, wat zeg maar hele huid afbrandt. Nou, die lui hebben de afschuwelijkste dingen meegemaakt. Vervolgens zijn ze in de gevangenissen van de Amerikanen gegooid en gemarteld en jarenlang daarin gezeten. De monsters van ISIS zijn gecreëerd in Irak
door de interventie van de Amerikanen. En daarom kunnen we ons geen collectieve amnesie permitteren. We moeten die geschiedenis terughalen waar de wortels er liggen. En de vierde mechanisme, heb ik nog, is wat ik noem selectieve natuurlijk verontwaardiging. Hè? Dat moslims gereduceerd worden tot collateral damage. Als er iemand in Frankrijk sterft bij een terroristische aanslag, weten we zijn naam, haar naam, hele leven, wat hij deed. Als er een moslim door een drone van de Amerikanen in Pakistan wordt omgelegd. Als er een huwelijksfeest in Afghanistan wordt gebombardeerd en honderden onschuldige mensen omkomen. Als er honderden duizenden onschuldigen in Irak omkomen, spreken we gewoon van collateral damage. Alsof het geen mensen zijn, alsof ze geen namen hebben, alsof zij geen kinderen hebben, geen mannen en vrouwen. En dat is opnieuw de ontmenselijking van moslims en de mensen in het Midden-Oosten. En om richting een einde te gaan, het is inderdaad geen toeval dat dit gebeurt. Dit is echt opzettelijk, laten we dit niet vergeten. Het is geen misinformatie. De mensen die in de media het podium krijgen, worden geselecteerd. Iedereen is tegenwoordig een Midden-Oosten deskundige. Schaf die studies maar allemaal af. Ik bedoel, waar hebben ze nog voor nodig? Ze kennen allemaal de islam, Taqiyya inderdaad, kunnen ze ermee gooien en komen ze ermee weg. Maar het kwaadaardige ligt er juist in, omdat het macht verhult. Dat is het mechanisme wat erachter schuilt. En op twee niveaus probeert het macht te verhullen. Eén is, daar refereerde ik al, hè, wat er internationaal gebeurt. De rol van het kolonialisme in de geschiedenis. De rol die de Nederlandse staat, de Amerikaanse staat, de Europese staten nog steeds spelen in het staande houden van bijvoorbeeld dictaturen in het Midden-Oosten. We hebben het allemaal over landen die ons niet welgezind zijn, hè, als Iran, Hamas, noem maar op. Maar Saudi-Arabië, die meer onthoofdingen op zijn geweten heeft dan Daesh, ISIS. Daar gaat het niet over. Abdullah, koning Abdullah sterft en alle Europese leiders die Je suis Charlie riepen, die snellen naar Riyadh om daar King Abdullah te begraven. Hè, dus de internationale machtsverhoudingen worden op die manier verhuld. Maar wat er ook verhuld wordt, zijn de binnenlandse machtsverhoudingen. Want in de afgelopen 20 jaar is er een machtsverschuiving plaatsgevonden. We hebben het neoliberale offensief meegemaakt. Wat betekend heeft dat het eigenlijk stelen van de armen en geven aan de rijken is geweest. En wat een betere afleidingsmanoeuvre dan het over islam te hebben. Want precies in die periode waar de verzorgingsstaat werd afgebroken, moesten we het hebben of vrouwen wel of niet de hoofddoek moesten dragen. Of het de schuld van islam is of niet. Het is de grootste afleidingsmanoeuvre in de geschiedenis geweest. En we hebben ze laten wegkomen. En omdat Anja er niet aan toe kwam, ga ik 30 seconden aan wijden. En daar heeft links een belangrijke rol in te spelen. Want de grootste mainstream linkse partijen, helaas ook de SP, maar zeker ook GroenLinks en al helemaal de PvdA, hebben dat laten afweten. En we hebben een heropbouw van links nodig, waarin beide issues aan elkaar gekoppeld worden. De strijd tegen racisme en de strijd tegen ongelijkheid en neoliberalisme. Als die twee niet met elkaar verbonden zijn, kunnen we niet op één van die terreinen vooruitkomen. He, want zolang we dat alleen maar tegen racisme doen, geven ze de ruimte om nog meer ongelijkheid en armoede te creëren. En als we racisme negeren, laten we toe dat we verdeeld worden. En mensen tegen elkaar opgezet worden en dat we op die manier afgeleid worden. Dus dat zou mijn laatste bijdrage zijn, het verbinden van die twee issues aan elkaar.